Dat burgemeesters nog steeds in achterkamertjes via geheime procedures worden gekozen is een overblijfsel van de oude tijd. En dat zegt het Amsterdamse volksinitiatief Wij willen onze burgemeester kiezen in het parool van gisteren. Amsterdammers zelf hebben dan het laatste woord over wie de opvolger van Eberhard van der Laan wordt. En de initiatiefnemers nemen daarmee natuurlijk een voorschot op de landelijke discussie over de direct gekozen burgemeester. En aan tafel Nisco Dubbelboer, een van de initiatiefnemers van het Amsterdamse volksinitiatief. En Lotte Schipper, voorzitter van het CDJA en nummer 3 op de kandidatenlijst van het CDA in Amsterdam. Hoeveel zijn dat er nu? Klopt, op dit moment hebben we 1 zetel in de Amsterdamse gemeente. Dus u heeft nog een wereld te winnen. Ja. Wat vindt u van het initiatief? Ja, nou, laat ik even beginnen met wat ik vind van die direct gekozen burgemeester. Morgen is het 4 maanden geleden dat Eberhard van der Laan overleed. Een echte burgervader. En zo hebben we er nog heel veel meer in het hele land. Burgervaders die kunnen verbinden, boven de partijen kunnen staan, mensen kunnen verbinden. En dat vind ik een hele mooie traditie die we hier in Nederland hebben. En ik ben bang als je een direct gekozen burgemeester gaat invoeren, dat je dan niet meer democratie gaat krijgen, maar juist meer politiek. En waar politiek ruimte krijgt, verliest de verbinding, wat mij betreft. En als je dan even kijkt naar dat referenda, nou, tussen 2001 en 2008 zijn er meerdere burgemeesterreferenda geweest door heel het land. Telkens bleef de opkomst rond de 10% hangen. In Utrecht was dat 9%, jawel. Waarvan vervolgens zelfs 15% ongeldig verklaard werd. Dus ik vraag me af of dit dus echt gaat helpen. Volgens mij kunnen we daarvan leren, kunnen we er lering uit trekken uit de eerder genomen burgemeestersreferenda. En nogmaals, ik denk dat we nu die functie van burgemeester politiek gaan maken, terwijl dit juist een rol moet zijn die verbindend werkt boven de partijen. Waarom maak je hem politiek wanneer je hem door het volk laat kiezen? Nou, wat je zult gaan zien is dat een burgemeester de hoort op zal moeten gaan, de campagne in zal moeten gaan met een politiek programma. Nou, dan krijg je natuurlijk wel een hele lastige situatie straks. Dan krijg je een gemeenteraad met een politiek programma of diverse partijen en een burgemeester die zijn partijprogramma er ook doorheen wil halen. En ik ben dan nu een jong kandidaat gemeenteraadslid in Amsterdam, met mij nog honderden andere jongeren van het CDA. Wij hebben allemaal onze dromen en ambities voor onze gemeente, om onze gemeente verder weg te helpen, verder op weg te helpen. Maar dan zitten we straks met een burgemeester die zijn eigen programma doorheen wil drammen. Nou, volgens mij is dat niet de bedoeling van een burgemeester. Maar ik denk ook niet van meneer Dubbelboer. Meneer Dubbelboer, nee. Even voor hoe het werkt. Er zijn even 3, 4 schoten voor de boeg. Dat is ja, u krijgt de gelegenheid om die schoten te beantwoorden. Ja, ja, ja. Even voor de duidelijkheid hoe het werkt. Uw voorstel, u zegt er moet eigenlijk een open inschrijving komen van kandidaten. Die moeten met elkaar in debat gaan, publiekelijk, op tv, hier in de stad, noem maar op. Ja. En daar mogen de mensen gaan kiezen. En die keuze die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, die dan de definitieve keuze maakt. Ja, want dat we opereren binnen de bestaande gemeentewet. Ja. Maar de basis van het hele idee is natuurlijk dat het gewoon een hele gekke situatie is. Dat we anno 2018 de eerste burger van de stad, om het even op Amsterdam te houden, dat we daar geen enkele zeggenschap op hebben op wie dat wordt. En waarom is dat eigenlijk zo? Omdat dat een diep fundamenteel democratisch principe is. Dat je toch wel graag als burgers mee wilt bepalen wie namens jou en voor jou besluiten neemt. En kijk, de burgemeester in Nederland, overigens in Nederland is het een beetje een malle appie van Europa, hè? Want de benoeming zoals die hier plaatsvindt, vindt werkelijk nergens anders plaats. Overal zijn gekozen burgemeesters, soms door de raad, soms rechtstreeks. Dus dat moet hoognodig eens een keer worden aangepast. Maar en alle problemen die mevrouw Schipper net schetst, ja, die zijn zwaar overdreven. Ze heeft het over honderden CDA-leden die heel graag willen zien wat u daar in de gemeenteraad doet. Maar als er honderdduizenden mensen zijn die een burgemeester kiezen, en dan gewoon zeggen van dit lijkt ons de juiste man of vrouw die de eerste burger van de stad mag worden. Wat is daar in hemelsnaam op tegen? Nou, mevrouw Schipper zegt dat je daarmee de keuze politiseert. Dus dat een kandidaat gaat op campagne, die heeft dan een eigen programma en komt straks in de gemeenteraad ook weer een eigen programma. Dat hangt nog een beetje af van de vorm die je kiest. Maar laten we even zeggen, kijk, met ons initiatief, zoals we het nu voorstellen, moeten we binnen de bestaande gemeentewet opereren. Nou, dan zijn al die bezwaren die u net noemt, zijn echt niet aan de orde. Maar ik ben wel voor een direct gekozen burgemeester. Dus op termijn zou het inderdaad kunnen zijn dat je een gemeente zelf overlaat, of ze zeggen, naar de bevolking in die gemeentes overlaat, of ze zeggen we willen hem rechtstreeks kiezen of we laten hem door de raad kiezen. Dat betekent wel 2 soorten burgemeesters die je dan kunt krijgen, maar dat is ook niet erg.
In het ene geval kan je inderdaad voorstellen dat een burgemeester zegt: ik heb een duidelijke visie op die stad waar ik met die stad heen wil. Nou, prima. Een andere burgemeesterskandidaat heeft een andere visie. Mensen kunnen daarover kiezen. Dan kun je ook zeggen van die burgemeester mag best wat macht hebben. En die wordt gecontroleerd door een gemeenteraad waar burgers ook van zeggen: wij vinden dit goede koers of we vinden minder goede koers of we willen hem bijstellen. Prima. Als hij door de raad gekozen wordt, zoals wij nu voorstellen, is het eigenlijk dat de raad gaat opnemen in de profielschets: beste mensen, alle kandidaten die zichzelf publiekelijk bekendmaken, zijnde dat ze gesolliciteerd hebben voor de burgemeesterschap van Amsterdam, die hebben bij onze voorkeur. Ja. En dan krijg je een lijst van 4, 5, misschien krijg je er wel 10. Van 4, 5 mensen gaan we even vanuit, die allemaal topkandidaten zijn. En die vervolgens aan het publiek bekend mogen maken van: dit is mijn visie op de stad, zo wil ik de verbindende rol spelen, zo wil ik met veiligheid. Bent u wel overtuigd? Het is een misvatting dat op dit moment de burgemeester in achterkamertjes wordt gekozen. Dat is iets wat misschien in de jaren 60 gebeurde, maar dat is al lang niet meer aan de orde. Nou, op dit moment, wij kiezen democratisch een gemeenteraad. Nou, er komt een profielschets, wordt er opgesteld door de gemeenteraad. Er komt een factuur online. Iedereen kan daarop solliciteren. Vervolgens wordt er een vertrouwenscommissie ingesteld met leden vanuit de raad. Kijk bijvoorbeeld naar... En vanaf dat moment kijk bijvoorbeeld naar dicht, gaat de deur dicht. Marcouch is verkozen tot burgemeester. Nou, media had het erover, diverse partijen. Baantjescarousel is gerecruiteerd door de PvdA, door het ministerie. Dat is helemaal niet het geval geweest. Er zaten 11 leden in de vertrouwenscommissie, in de selectiecommissie. Niemand weet wie nog meer gesolliciteerd heeft voor het burgemeesterschap van Arnhem. Niemand weet. U heeft ooit gesolliciteerd als Kamerlid voor de PvdA. Jazeker. Dat was hopelijk toch ook niet dat heb ik heel erg. Ja, dat hoop ik wel. Dat de meeste mensen gaan niet openbaar solliciteren op een functie. Maar mag ik hem dan... Mag ik het even actualiseren? Geen directeur, er komt een nieuwe burgemeester van Amsterdam. Hè? Dus de commissaris van de Koningin, de Remkes, heeft gezegd: als het even kan, voor de zomer moet hij er zijn. Nu al worden er, wat u zegt, gebeurt niet in achterkamertjes, maar nu al worden er in tal van wandelgangen, in netwerken, in Politiek Den Haag, worden al namen genoemd. Pechtold heeft zelfs openlijk Halsema aangeprezen als mogelijke kandidaat voor het burgemeesterschap. Ja, al die andere namen, ik weet niet of u ze kent, maar je hoort ze regelmatig. Dat heeft weinig te maken met een doorzichtige en transparante besluitvorming. Nou ja, plus het feit dat het zelfs strafbaar is als de gemeenteraad zou zeggen: we gooien die deuren open en we laten weten wie er gesolliciteerd heeft. Niemand, hè? Dus, we hebben de afgelopen periode ook situaties gezien waarin mensen vervolgd zijn omdat ze zeiden dat de namen gelekt waren. Nou, van die onzin willen we ook af. Ja, gaat u... Je moet gewoon nogmaals, publiekelijk... Wat mij betreft, natuurlijk namen mogen genoemd worden. Dat lijkt me helemaal niet zo vreemd. Als er een vacature open komt te staan en iemand lijkt je daar geschikt voor, dan heb je het daarover. Er worden namen genoemd, maar er worden ook namen niet genoemd die dus die mogelijkerwijs wel worden. En daar heeft u dan weinig over te zeggen. Iedereen mag solliciteren op de functie. Nou, vanuit de gemeenteraad zitten leden van, nou ja, bijvoorbeeld in Arnhem was dat het geval, vanuit allemaal verschillende partijen. En die gaan vervolgens een kandidaat aandragen. Er komt toch geen burger aan te pas? De burger heeft vertrouwen uitgesproken in de leden van de gemeenteraad. Dat is een hele formalistische redenering. Hij klopt waar wel. Het hier om gaat. Nou ja, hij klopt ten dele. Hij klopt ten dele, want ik heb niet, als ik ga stemmen bij de gemeenteraad, denk ik niet van: oh, en dan gaat die partij waarop ik heb gestemd, overigens stem je op een persoon op die lijst, dan ga je niet zeggen van: en ik hoop dat ze dan die en die kandidaat, want je weet niet eens wie kandidaat is. Maar ik hoop wel degene waarop stemt, dat iemand is die u kan vertegenwoordigen. Jawel, maar het moet uit die achterkamertjes. En u moet mij eens uitleggen wat er nou tegen is, als bij de eerste burger van een stad, van een gemeente, mensen daar geen zeggenschap op hebben. Met alle respect, maar volgens mij maken mensen als u het hele proces geheimzinnig. Oh, want dat is volgens mij dus absoluut, mijns inziens is dat niet het geval. He, zoals ik net ook aangaf, het gaat zo, volgens mij, het burgemeesterschap, dat is de kandidatuur daar naartoe, dat is de meest zwaarste selectieprocedure die we in het land kennen. Ja, maar achter gesloten deuren. Totaal geheim. Het is een publieke functie. Het is toch logisch dat je het gedeelte, wie er allemaal heeft gesolliciteerd, dat je dat niet openbaar maakt. Wat is volgens u de kern van de democratie? Is dat mensen toch medezeggenschap hebben over wie er over hen regeert? En daarom vind ik het zo mooi. En wat voor besluiten er worden genomen. En de besluiten die daar worden genomen, om dat dan weg te halen bij de gemeenteraad te laten. Ja, maar dat is toch op afstand zetten van de burger? En dat de gemeenteraad ook alle ruimte krijgt om
om zijn of haar stad of dorp te verbeteren en verder op weg te helpen. En niet dat je twee partijen tegenover elkaar krijgt, want dat krijg je. En vervolgens, volgens mij, gaat dat alleen maar besluiten vertragen. En daar zit helemaal niemand op te wachten. Mag ik even vragen, meneer De Boer? Ik vind het zo raar. Wat vindt u dan wat er allemaal in het buitenland gebeurt? Dan, ik bedoel, dan vindt u dat vreselijk. Laten we mevrouw Schipper nog even in Amsterdam positioneren. Okay, okay, ja. Dus er moeten kandidaten komen die zich beschikbaar stellen in uw... Ja, ze moeten zichzelf publiekelijk kennen. Stel nou dat er twee namen van kanjers van namen, ik zal maar zeggen. Halsema en Pechtold, ik noem maar eens even twee mensen. Dat die allebei wel interesse hebben in Amsterdam. U denkt toch niet dat die in een pittig debat gaan samen? Want het afbreukrisico is spectaculair. Ja, maar dat vind ik niet mijn zorg, eerlijk gezegd. Nee, maar wel hun. En daarom werkt dat dus initiatief misschien niet. Want? Omdat ze vertikken afbreukrisico te lopen in die procedure. Ja, maar dat vind ik een hele erge. Kijk, ik heb meegemaakt binnen de Partij van de Arbeid toen er gediscussieerd werd of we de lijsttrekker moesten laten kiezen door de leden. Er kwamen exact dezelfde argumenten. En wat zie je in de praktijk? En nogmaals, kijk ook weer naar het buitenland. Hoezo afbreukrisico? Het is toch vreselijk eervol om te solliciteren voor zo'n prachtige baan als burgemeester van Amsterdam. Welk afbreukrisico loop je dan? Moet dat dan de zorg zijn van de burger dat er een persoon is die denkt dat hij een afbreukrisico heeft? Uw zorg van het initiatief moet zijn dat het goed werkt. Ja. En het werkt niet goed als er geen kandidaten komen omdat ze denken... Ja, laten we dat dan zien. En dat is ook niet waar, want we hebben inderdaad een beetje kunnen experimenteren met een hele magere vorm van het burgemeestersreferendum, zoals het dan werd genoemd. Wat ik al een slechte naam vind, want het is geen referendum. Dat wijkt weinig af van wat u nu voorstelt. Nee, maar kijk, in Leiden, daar zijn... Nee, het werkt er wel degelijk vanaf, omdat ik hoop dat er veel meer kandidaten zijn. Dat is het enige verschil. Nee, want ik hoop ook echt dat ze met een duidelijkere visie kunnen komen wat ze vinden, wat zij vinden, wat er met de stad moet gebeuren. Maar wat ik wil zeggen is, Rob van Gijzel is tegenover, ik ben even zijn naam weer vergeten, tegenover Leen Verbeek, nu commissaris van de Koning in Flevoland. Is een goede burgemeestersverkiezing geweest. Helaas tussen twee kandidaten van dezelfde partij. Ik hoop in elk geval dat er ook buiten misschien wel politieke partijen mensen gaan solliciteren, maar in elk geval ook van verschillende politieke partijen worden voorgelegd. Maar weet u wat ik bedoel? Wat is eigenlijk precies het probleem? Voor welk probleem is uw visie een oplossing? Want voor de democratie, meneer Witteman. Laat me even mijn vraag afmaken. Eberhard van der Laan was erg populair in Amsterdam. Ja. Die is niet gekozen. Abu Talib was een verrassende benoeming. Is niet gekozen. Nee. En die doen het allebei erg goed. Ja, fantastisch. In het geval van der Laan deed hij het heel erg goed. Dus, herhaling van deze vraag. Wat is eigenlijk precies het probleem? Het democratische tekort. En staat u mij toe als ik een vergelijking maak. Als we even teruggaan naar de tijd dat er geen vrouwenkiesrecht was, denk ik dat er ook hele goede ministers waren. En dat er hele goede wethouders waren. En dat er hele goede burgemeesters waren. Maar er zal niemand zeggen van, nou ja, hebben we daarvoor het invoeren van vrouwenkiesrecht voor nodig? Nee. En dat vind ik hetzelfde wat we nu moeten hebben. Het is een democratisch tekort dat wij als vrije burgers, in dit geval van Amsterdam, maar dat geldt voor elke gemeente, zo weinig zeggenschap hebben op wie ons vertegenwoordigt als eerste burger. Zijn daarmee al de burgemeesters die er nu zijn slecht? Helemaal niet. Ik zeg ook niet dat dat het probleem is. Nee, Zoals mevrouw Schipper zegt, zou kunnen dat de kwaliteit achteruit gaat. Nou, daar geloof ik niks van. Waarom? Blijkt dat uit het buitenland? Ik kan het niet helemaal goed vergelijken, maar je leest wel eens gedoe over... Als u het over het buitenland heeft, dan heb ik nog wel een paar voorbeelden van burgemeesters waar steden aan vastzaten, omdat ze niet konden wegsturen. Maar burgemeesters die je hier echt niet zou willen zien. Zoals? Kijk in Canada naar Rob Ford. Maar ook, nogmaals, wat mijn grootste argument is dat ik niet wil dat hij... rol van burgemeester politiek gaat worden, omdat ik juist geloof dat er verbindende rol moet zijn en dat de gemeenteraad er is om daar de politiek te gaan voeren. Dat kan allebei. Maar wat je natuurlijk wel gaat krijgen is dus dat je gaat mensen krijgen die gaan campagne voeren, die gaan de hoort op met een eigen verkiezingsprogramma. Wat je daar kunt gaan krijgen is dat populisten daar aan mee gaan doen, want wat u wil is een soort Amerikaans burgemeestersysteem. Fantastische burgemeesters in Amerika die direct worden gekozen. Ik ken ze niet persoonlijk, eerlijk gezegd. Nou ja, ik moet afronden. Uw initiatief moet handtekeningen hebben. Voor Amsterdammers alleen. Ja. Want we willen graag dat het natuurlijk in het hele land gebeurt. De kroonbenoeming gaat nu eindelijk uit de grondwet. Ja.
Dat geeft ruimte, om meer ruimte om te experimenteren met hoe we die burgemeester kunnen kiezen. Kies de burgemeester.nl, ons volksinitiatief. En dan moet de raad het behandelen. En ik hoop dat u dan ook in de raad zit en dat ik u alsnog kan overtuigen. 3 zetels, hè? Ik hoop dat ik ook in de raad zit, maar ik hoop dat ik dan mijn eigen dromen en idealen voor de stad daar genoeg ruimte voor krijg. En dat er niet een burgemeester zit die daar zijn eigen politiek programma gaat doordrammen.